World of Warcraft is teruggelopen tot tussen de 5 en de 6 miljoen spelers, of in ieder geval subscriptions die ze nog hebben draaien, is daarmee nog steeds de grootste MMO. Maar als je bijvoorbeeld dan nu ziet dat bijvoorbeeld een Final Fantasy XIV op de 5 miljoen geregistreerde gebruikers zit, wat absoluut niet hetzelfde is, dan komen die cijfers opeens toch wel wat dichter bij elkaar in de buurt. Geregistreerde gebruikers is niet hetzelfde als actieve accounts. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus World of Warcraft is nog steeds vele malen groter dan Final Fantasy XIV. Maar de tijd dat World of Warcraft onaantastbaar was, is een beetje voorbij. We hebben een preview opgenomen van de aankomende expansion Legion. Daarin gaan we eigenlijk al wat meer in, want ik zit natuurlijk weer alleen. Gaan we wat meer in op waarom het ook niet zo gek is aan de ene kant dat een game die al zo lang meegaat niet meer dezelfde hoeveelheid spelers vasthoudt. En ook zeker niet dezelfde hoeveelheid spelers even lang vasthoudt. Maar los van dat hele verhaal is er natuurlijk ook gewoon het verhaal van subscription-based gaming. Zelfs voor MMO's, die daar natuurlijk altijd op hebben gedraaid, is misschien niet meer helemaal van deze tijd. Kijk naar Tamriel Unlimited, die komende van de PC, waar ook al de abonnementskosten zijn verdwenen, naar de console release, ook gewoon zonder abonnementskosten is uitgekomen. Het gaat gewoon niet meer helemaal werken bij games. We betalen al genoeg aan allemaal diensten maandelijks. Je PlayStation Plus, je Xbox Live, Spotify, Netflix, noem het maar op. Het begint allemaal redelijk op te stapelen. En 10, 15 euro voor één game neerleggen, dat ik denk niet dat dat nog echt kan. En voor Blizzard is dat geen probleem. Kijk naar het succes van Hearthstone en Heroes of the Storm. Zij zien zelf ook dat ze prima zonder abonnementskosten hele succesvolle games kunnen draaien. Genoeg kunnen verdienen op in-game purchases, in welke vorm dan ook. World of Warcraft verdienen ze er ook al een tijdje aan, maar dat kan nog veel meer als het echt een integraal onderdeel is van de game en wat je allemaal kan kopen online. Dus als die volgende MMO gaat komen van Blizzard, zal dat ook niet meer met subscription zijn. Ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren. Ik ben oprecht benieuwd hoe lang World of Warcraft nog meegaat. Ze hebben sowieso meer expansions dan Legion in de planning. Maar ik ben benieuwd hoeveel spelers gaan beginnen aan Legion. En hoeveel daarna een half jaar nog actief zijn. Ik denk dat heel veel gaat duidelijk maken over hoeveel jaren World of Warcraft nog doorgaat. En zelfs, ook al zal Blizzard er op het moment nog helemaal niks over zeggen, hoeveel jaren Blizzard of World of Warcraft nog doorgaat als een game met abonnementskosten. Want die gaan verdwijnen, daar kan je donder op zeggen. Met wat voor een termijn dat gaat gebeuren, dat hangt helemaal van het succes af van Legion, denk ik. Maar ik denk dat daar gaat wel het keerpunt zijn. Dat gaat heel erg duidelijk maken hoe lang we nog zullen moeten betalen voor World of Warcraft. En überhaupt voor online games.